Ja, het zonnetje. Ja, daar gaat het om. Voor de Nederlanders. Nog lekker in het najaar. Nog even ergens lekker naar het zonnetje. En dat kan dus nu even niet. Nee, ja, heel beperkt. En een heleboel plekken kun je niet terecht. Omdat er een paar helemaal van die kiwi-types zitten daar. Bij Buitenlandse Zaken. En die kennelijk al op vakantie zijn geweest. Want die interesseert het gewoon geen ene moer. En die zeggen dan van, ja, maar dan maken we gewoon Spanje, zitten we op Code Oranje, dus, die Griekse eilanden. Nee, je zegt, hey, luister eens even, jullie van Buitenlandse Zaken, jullie zijn toch onderdeel van de regering? En die zijn er toch voor de Nederlander? En daar komen jullie nu helemaal niet voor op. En daar hou je nu geen enkele rekening mee, met die mensen. Nee, want waar kunnen die nou in het najaar heen? Lekker even op vakantie. Die hebben waarschijnlijk allemaal al bijvoorbeeld geboekt naar Griekenland. Ho, en nou? Ja, Code Oranje. En nu? Ja, fijn. En als je dan terugkomt? Ja, dan moet je dus 10 dagen in quarantaine. Nou, hey, vrienden van Buitenlandse Zaken, neem nou even van mij aan, hè. Als je nou mensen gewoon zich niet aan de regels wil laten houden, dan moeten jullie zo doorgaan. Want die mensen gaan dat gewoon niet doen. Nee, natuurlijk niet. En ik moet eerlijk zeggen, terwijl ik ben toch een figuur echt van de regels en hou je er een beetje aan. Ik zou het ook niet doen. Nee, natuurlijk niet. Kom ik uit Griekenland, zit ik daar op een eiland en er is bijna niks aan de hand. En dan moet ik in Nederland 10 dagen thuis gaan zitten. Ja, hiero, daaro en nog eentje. Ga je weg, zeg hij. Natuurlijk doe je dat niet. Nee, want die mensen die hebben, of ze hebben een baan, die moeten aan het werk, of we hebben een eigen bedrijf. En die gaan dat gewoon niet doen. En waarom doen ze dat niet? Omdat ze jullie niet meer geloven. En vertrouwen. Want waar zijn jullie nou mee bezig? In Nederland. In Nederland doe je regionaal beleid. Dus je zegt, oké, we hebben dus een uitbraak in Amsterdam of in Rotterdam. En daar doen we dus dan even mondkapjes op. Oké, goed. Maar dat doe je niet in Appingedam. En dat doe je ook niet in Winschoten. Want daar is het niet. Nee. Dus regionaal beleid. Maar voor het buitenland? Vrienden van Buitenlandse Zaken? Oh, dan doen we dat even niet. Nee, dan doen we geen regionaal beleid. Nee, dan doen we niet dat het bijvoorbeeld in Spanje eigenlijk alleen maar Madrid is eventueel en Barcelona. Nee, dat doen we gewoon niet. Nee, dat doen we alleen in Nederland. Nou, en wat krijg je dan? Dat mensen je niet meer geloven. En als mensen je niet meer geloven, dan ben je ze kwijt. Dan kan je komen met regeltjes, zoveel als je wil. En dan werkt het niet meer. Nee, en dat is het gevaar.